Middelbaarscholieren vanaf morgen weer naar school. Aardbeving Ecuador eist veel levens. En onderzoek naar diabetes in Komowijnen. Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van het 10 minuten jeugdjournaal. De middelbaarscholieren mogen vanaf morgen weer naar school. De Bond van Leraren, BVL, heeft vanmiddag een overeenkomst getekend met de regering. Ze gaan daarmee akkoord. En dat betekent dat de leerkrachten verbonden aan de BVL vanaf morgen... Vandaag hebben we een document getekend met de regering van de Republiek Suriname, waarbij de jarenlange onderwaardering van de leerkrachten, dat daar met deze overeenkomst een aanzet zal worden gedaan. Ik denk dat wanneer wij in deze samenleving praten over de leerkrachten, dan kunnen we zeggen dat ze een goede job doen. Maar als we kijken naar de waardering, dan geeft dat geen aanleiding voor onze jongeren om voor dit ambt of voor dit beroep te kiezen. En dat is natuurlijk heel erg jammer, omdat we op een gegeven moment, omdat er op een gegeven moment de mensen ouder worden en dan moeten andere mensen die job dan vervullen of uitvoeren. En wanneer we dus niet op tijd aan de bel trekken, wanneer we niet op tijd voldoende investeringen plegen in het onderwijs, dan zal dat funest zijn voor die totale ontwikkeling van deze samenleving. En ik denk dat met deze overeenkomst een goede basis is gelegd om te komen tot kwalitatief goed onderwijs. Niet alleen de BVL was aanwezig bij de ondertekening van de overeenkomst. Ook de andere onderwijsbond, de VOLS, was erbij. Want ook daar zijn de leden ontevreden over de waardering die ze krijgen voor het werk dat ze verrichten. Samen met een commissie die speciaal is ingezet door de regering om de problemen van de leerkrachten aan te horen, is er vandaag een akkoord bereikt. En dat staat allemaal vast in deze overeenkomst. Iedereen is tevreden. Ook de commissie die dit alles heeft moeten organiseren. Ik wil één ding nog zeggen. Veel mensen denken bij de herwaardering dat het hier alleen maar gaat om geld. Om salarisverbetering of wat is meer zij. Geld speelt ook een rol. Maar om een tipje van de sluier te lichten. Het gaat hier om die 86 functies in ons onderwijs terug te brengen naar 3 à 4 niveaus. Met een eigen waardering. Een doctorandus op een basisschool verdient net zoveel als wanneer hij op een VOS-school zou werken. En dat is een van de punten die is opgenomen in de overeenkomst tussen de regering en de onderwijsbonden. De staking is nu dus afgelopen. Morgen kunnen de middelbaarscholieren en leerkrachten met frisse moed beginnen aan het laatste deel van dit schooljaar. De BVL hoopt dat beide partijen, zowel de overheid als de leden van de bond, zich zullen houden aan de overeenkomst. Hopelijk komen er geen stakingen meer en kunnen de studenten normaal naar school. In Ecuador heeft in het weekend een zware aardbeving plaatsgevonden. Er vielen 77 doden en 588 gewonden. Onze collega's van Agamos Klik, het jeugdjournaal in Ecuador, maakten een verslag over de situatie daar na de aardbeving. De zware aardbeving vond plaats in Tarqui in Ecuador. Veel mensen raakten in paniek omdat veel van hen hun families niet konden bereiken. Zo wisten ze ook niet hoe het met de anderen ging. Het gebied heeft heel veel schade opgelopen. 7.8 graden. Yo me sentí muy miedoso porque cuando se movió en mi cama yo pensé que era una broma de mi hermana. Cuando entonces veo que el televisor y todo se mueve, yo salgo suavemente, no me altero ni nada, salgo normalmente. Entonces yo bajé a la zona segura que tiene mi barrio y luego estuve ahí hasta que pasen las réplicas y todo eso. Luego, mi familia, todos estuvieron bien. Luego nos enteramos que hubo muchos afectados. En Manabí está la provincia muy afectada, porque se fueron los techos, las personas están enterradas debajo de la tierra, aplastadas. Mar, what is an earthquake?
Een aardbeving is waar de aarde schudt en alles valt. De land gaat schudden en zo dat mensen ongelukken gaan krijgen en zo huizen gaan breken. Mensen gaan geen woning hebben om te wonen. Aardbevingen komen over de hele wereld vaak voor. Heel diep onder de grond liggen grote drijvende stenen platen die soms verschuiven. Deze platen liggen meer dan 15 kilometer diep en zijn niet alleen onder het vasteland te vinden, maar ook onder de zee. De platen verschuiven doordat ze op een dikke laag gesmolten steen drijven en botsen daarom soms tegen elkaar. En zo ontstaan aardbevingen. Je ziet daar niets van. Ineens, helemaal onverwacht, beginnen de ramen van de huizen te trillen en schudden de bomen heen en weer. De aardbeving in Ecuador heeft in de zee plaatsgevonden en de trilling was zodanig dat het land heeft bereikt. No se rindan, busquen esperanzas en el fondo de su corazón para que sigan vivos. Sigan esperando a las autoridades para que tengan lo necesario. Vamos a darles un poco de nuestro sentimientos para que ustedes se mantengan con nosotros. Ik vind het erg dat sommige mensen dood zijn gegaan, sommigen hebben huis verloren, een paar zijn gewond geraakt. En dat vind ik erg. Dat alles goed met ze moet gaan. En dat ze die kinderen die gewoon zijn geraakt, beter worden. De overheid probeert samen met de politie, militairen, doktoren en andere vrijwilligers geld te verzamelen om daarmee de mensen te helpen. Het onderzoek naar suikerziekte en overgewicht bij kinderen is gestart in Komowene. Dit onderzoek is al 2 jaar gaande en wordt gedaan door de Soroptimistenclub Paramaribo in samenwerking met Medilab. Tot nu toe zijn al meer dan 2000 kinderen onderzocht. De scholen die vandaag onderzocht worden liggen aan de rechteroever van de Suriname rivier. Om daar te komen moet de organisatie met de boot oversteken. De optics zijn anders dan van mij. Op de plantage Margarita is er maar 1 school. Leerlingen van de andere scholen in de buurt komen ook met de boot naar hier om geprikt te worden. Dat zijn de scholen OS Rijnsdorp, Kronenburg en OS Rust en Werk. Gezond eten! Ik moest vandaag een prikje gaan halen. Ik moest wegen, mijn buikomvang meten en een paar persoonlijke vragen van eet je elke dag groente, drink je melk, sport je elke dag. Ik was niet zo bang, ook niet zenuwachtig, maar ik heb wel gevoeld toen ze me hebben gestoken daarmee. Ik was eerst zenuwachtig. Ik denk, het gaat echt pijn doen, lekker als hoe je een spuitje krijgt. Maar nee, het was gewoon, lekker als hoe een muskietje prikt, maar alleen is van de muskiet een beetje pijner. Suikerziekte, of ook wel diabetes, komt veel voor in Suriname. Maar toch weten niet zoveel mensen erover. Hiervoor weet ik niet wat suikerziekte was. Ik weet hier weinig over suikerziekte. Als je te veel suiker eet. Suikerziekte kan je krijgen als je te veel snoept en als je veel suiker hebt. Nou, ik weet dat je geboren kan worden met suikerziekte. En dat is type 1. En type 2 is dat als je te dik bent. En als je te veel snoep eet, te veel koek. En dat je type 2 kan krijgen. We hebben eten nodig voor de dingen die we met ons lichaam doen. Zoals sporten, huis schoonmaken, maar ook denken. Het eten dat we nuttigen wordt afgebroken in kleine stukjes. Spijsvertering noemen we dat. Uit deze kleine stukjes worden de suikers of glucose gehaald om de spieren en de rest van het lichaam te laten werken, net als een soort brandstof. Maar om deze glucose in je cellen te krijgen, heb je insuline voor nodig. Die insuline zorgt ervoor dat de deurtjes van je cellen opengaan. Zo kan de suiker in de cel komen en heb je weer energie om verschillende dingen te doen. Heb je diabetes, dan maakt je lichaam geen of te weinig van deze insuline aan. Hierdoor stapelt al de glucose op in je bloed en voel je je ziek, heb je veel dorst, drink een plasje veel en voel je je beroerd en niet fit. De kinderen die dus waarbij er afwijkende waardes gevonden worden, die worden verwezen naar de huisarts. En daar kan de huisarts met de ouders praten, ze uitleggen. Het kan ook bijvoorbeeld zijn dat de ouders niet eens weten dat ze de kinderen niet de juiste voeding geven. En hoe ze dat moeten aanpakken. Het kind kan eventueel ook verwezen worden naar een diëtiste.
Weet je vooruit je naar school komt? We hebben dus ook nog via gehoord dat er inderdaad kinderen naar de huisarts zijn gegaan en ook bij het SDS terecht zijn gekomen. En dat die kinderen ook gewoon behandeld zijn geworden. En dat is natuurlijk prettig om te horen. Veel groente eten, veel bewegen, veel water drinken, maar niet veel te snoepen. Veel groente eten en gezond blijven. En ja, niet veel snoepen. Ik moet elke dag sporten, gezond eten, elke dag groente eten, op tijd bewegen en niet te veel snoepen. Nu zijn voornamelijk leerlingen van de scholen in de kustvlakte onderzocht. De organisatie hoopt volgend jaar ook naar het binnenland te kunnen gaan. Alle cijfers worden opgeslagen en gerapporteerd aan het ministerie van Volksgezondheid. Zo, dat was het voor vanavond. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!